Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van Spider-Man 2. Want in de vorige aflevering is Scorpion vermoord geweest door Kraven. En weten we dat Kraven heel veel mensen op de lijst heeft staan om te vermoorden. Waaronder wij op die lijst waarschijnlijk zullen staan. Maar ook een goede vriendin slash ex van Peter. Want namelijk Black Cat staat ook op die lijst. Dus wat we nu moeten doen, we gaan nu met Miles naar Black Cat om haar te gaan waarschuwen. Want als Peter dit gaat doen, dan gaat ze dat sowieso niet geloven. En het moet geloofwaardig overkomen. Dus daarom gaat Miles nu gaan praten met Black Cat. Dus vind je deze video nu al leuk? Dus ik heb een duimpje omhoog vergeten te abonneren op het belletje te drukken. En misschien voor we naar Black Cat gaan, gaan we eerst dit kistje nog meenemen, want daar zit natuurlijk heel veel high-tech spulletjes in waar we upgrades mee kunnen mee kopen. Want dat wil ik namelijk eerst doen voor wij aan de missie beginnen. Want we hebben heel, maar ook heel veel skillpunten. Heel veel ook. We hebben 3 skillpunten die we kunnen gaan benutten. Maar aangezien we nu met Miles gaan spelen, denk ik dat we Miles de skills gaan upgraden. Want we kunnen kiezen voor druk meteen na een Venom Sprint op L1 plus driehoekje voor een tweede gratis Venom Sprint. Of als je als Venom Sprong voor maar 1 doelwit gebruikt, begint je Venom Sprong op te laden voor 50%. En in principe is dat wel handig, want dan verspillen we onze powers natuurlijk niet. Aangezien dat we 3 punten hebben, kunnen we misschien nog eentje voor een gezamenlijke punt uitbesteden. Aan deze hier. Hou driehoekje ingedrukt om een web vast te maken aan een wapen van de vijand. En druk op R1 om het wapen met kracht weg te zweren. Dus als iemand een wapen heeft, kunnen we hem gewoon uit zijn handen pakken. En dan heeft hij geen wapen meer. En dan kunnen wij niet meer beschoten worden. Op zich is dat ook handig, hè. En laten we dan nog eentje kiezen voor Spider-Man. Druk op L1 om jezelf voorwaarts te katapulteren, waarbij je vijanden op je pad gaan naartoe brengt. Dat is ook de enige die we konden kopen met Spider-Man. Dus die is ook in orde. Daarna kunnen we ook nog onze gadgets gaan upgraden. En ik denk dat het beste is als we onze webschietrays upgraden. Want die gebruiken we namelijk heel vaak en die is snel leeg. Dus we gaan even de webschieter bijven of upgraden en dan kunnen we sneller terugschieten, want die wordt ook sneller aangevuld. Daarnaast kunnen we ook een webgrijper kopen, of maken eigenlijk. Trek meerdere vijanden naar elkaar toe, zodat ze kwetsbaar zijn voor effectgebied aanvallen. Dus die hadden we nog niet, dus die kunnen we ook gaan kopen. Dus hebben we nu een webgrijper, op zich wel handig. En die kunnen we ook meteen gaan upgraden, want trek werpbare objecten in de omgeving naar je toe en smeet het naar de vijanden. Op zich ook wel handig. Zo, al onze punten zijn op. Dus ik zou zeggen, laten we nu naar Black Cat gaan. Maar misschien voordat we naar Black Cat gaan, zie ik hier nog een Sandman plek zitten. En die kunnen we ook nog gaan clearen. Want we moeten natuurlijk al deze kristallen kunnen breken, zodat er geen één Sandman gebied meer is. Want die gasten blijven maar ook komen natuurlijk. Dus ik ga blij zijn dat Sandman voor eens en altijd weg is. Pas op. Het is wel misschien eens handig om onze krachten te gaan testen. Hoppatee. Die duurt het niet meer. Oké, ik krijg ook iets tegenop. Die is ook meer. Hoppa, we gaan even naar hem toe. We gaan jumpen. En dan nog eentje boven. 2 zelfs. 1 is al neer. En de tweede gaat ook neer. Voilà. Daar waren ze dus al. Dus laten we de kristal pakken en breken. En hoppatee. En dan hebben wij dit gebied hier gecleared. En kunnen wij het gebied ook weer verlaten. En we zijn ook meteen naast de objective met Black Cat natuurlijk. Dus hoppa. Ze zijn er al geweest. Ze zijn al bij Black Cat. Place looks like it was ransacked. Perfect chance to use the AR tech Genki upgraded. Ja. Maar de vraag is, hebben ze Black Cat gevonden? Oh, moet even goed kijken. Oh, kijk hier. Het ziet allemaal scratches, allemaal krassen. Scratch marks. Huh. Wat voor... Any sign of her? Found some scratch marks with traces of metal. I'll run it to see if it matches her claws.
moeten even nog meer sporen zien te vinden. Want ja, die krassen. Wel een beetje apart. Dus gaan even kijken. Vernietig de beschadigde atomen. Zorg dat er geen essentiële atomen worden geraakt. Die twee, hoppa. En daar is hij kapot. Nice. Ik snap het. Titanium. Titanium. Wat kunnen we nog vinden? Neutrale atomen. Verwijderen kan de veiligste manier zijn om beschadigde atomen in de buurt te verwijderen. Dus als we deze kapot maken, gaan ze allemaal kapot. Dus als deze kapot gaat, gaat die kapot. Als we die kapot maken, gaat die twee kapot. Ja, kijk, hoppa. Wat is dit? Kobalt. Dat ziet er inderdaad niet goed uit. Maar deze is een beetje meer ingewikkelder. Dus die moeten we ook gaan draaien. Even kijken, hè. Dus we moeten deze, ja. Is die tenminste al af? Kunnen we deze ook? Hoppa. Nice. Pakken we die twee? Hoppa. Op zich kan die ook neer. Kijk, kijk, kijk. Hoppa, thee. Natuurlijk, die atomen moeten we niet kapot maken. Wolfram. Wat? Did it. It's her. Ik heb zo'n vermoeden. Scuff marks from her shoes. Te ver weg. She must have been hustling. Ze is hier naar binnen gegaan, of niet? She was grabbing something from that box on the wall. Looks like an emergency stash. Kist met verborgen voorraad. En hier zitten pijlen in de muur, dus ze werd beschoten. That should be enough to reconstruct the scene. En dan is ze gevlucht. But she's on the run. They're already on to her. This is exactly why the city needs to be warned about the hunters. She could have. Keep me posted. Whoa! Whoa! Well, that's gotta be her. Oké, laten we daar even snel heen gaan. Is daar iets heel groots ontploft? En het staat in de fik. En ik heb zo'n vermoeien. En Miles heeft ook een vermoeden. Dat het Felicia ofwel Black Cat is. De vraag is, ze mag niet aan handen gegrepen worden van de gasten van Craven. Misschien is ze dat al, dus laten we snel gaan. Wajo. What the fuck is dit? Is raar. Waarom zou je een hartje doen? Het is geblokkeerd. Wacht hoor, we moeten even kijken hier. Daar, kijk. Another stash box. Is geen stroom inderdaad. She risked her whole life to get to it. Gotta open it, but the power's disconnected. This is the power line that was severed. Ja, die is kapot gegaan. Wat? Hier hebben we ook zo, nog zo'n power. Bet the generator could power that stash box. Even kijken of wij er iets aan kunnen doen. Laten we sowieso dat helemaal kapot slaan. Alleen oppassen dat niet in eentje kapot is. Oh, wacht, ik snap het. Ik snap het. How do I reconnect the power? We moeten hem. Ja. Dan moeten we nu hem op die andere doen, maar waar stond die andere ook alweer? Oh, wacht, daar is het. Ja. Daar. Ik was hem even kwijt. Dus die staat al goed. Moeten we nu even kijken waar we hem nu kunnen doen. Daar? Ja, kijk daar. Koppel hem daar aan. Zit hij nu daar aan gekoppeld en dan koppel hem hier aan. Dan moet hij als het goed is aangaan. Ja, open de voorraadkist. Kijk. I'm in. Paris. Parijs. MJ, how's your French? Non-existent. But send me what you got. Okay. There's some instruction manual for a Wanda Watoom. Watoom? I'll do a search. Give me a sec. Ja. Dat zijn de jagers dus. Kunnen ze misschien beter eens volgen? Dan kunnen we zien waar ze naartoe gaan. En misschien kunnen we een schuilplaats ontdekken. We're talking BC old.
En misschien is Lee daar. Dat kan ook. Oh god. Leo. Dat ging maar net goed. Hey, dat ding is snel. She gets her hands on something like that. How do you think it's the muses for it? Miles, let's just stick to the plan. We're in position. She's ours. Ze zijn dus bij Black Cat. Oké, laten we die gastjes uitschakelen. Miles kan zich camoufleren wanneer zijn camouflagemeter vol is. Het wordt dan onzichtbaar. De camouflagemeter wordt aangevuld als er geen camouflage wordt gebruikt. Oké, dus we kunnen ons camoufleren. We kunnen in de buurt komen. Dan kunnen we hem zo neerhalen. Alleen, hoe doen we die dan uit? Zo, hè? Ja. We hoeven hem niet meteen aan te gebruiken, die camouflage. Aangezien we toch in de rug komen en dat ze niet ons kunnen ontdekken. Dat er daar eentje, zie je hem staan daar op die toren? Die wil ik eigenlijk als eerste pakken, want die kunnen we op een veilige manier uitschakelen. Behalve als er een robot in de buurt zit. Als het goed is, moet het gewoon lukken. Je moet er eentje naar beneden. Kijk, hier gaat eraan, vriend. Zo. Die staat daar ook. Er zit er nog één sniper daar. Dus als we gewoon even teruggaan. Waar we vandaan kwamen. Zo. En dan naar daar gaan. Daar heb ik op L2 gedrukt om te richten. En een webplane te schieten. Ja, die kunnen we ook gebruiken. Op zich is het nu even niet nodig. Die kunnen we op een veilige manier ook uitschakelen. Zo, en die daarnaast pakken we dan. Oh nee, wacht, hier staan er nog veel. Die kunnen we wel uitschakelen. Zo. Hoppatee. Kunnen we die nu veilen? Gevaar, hoezo is dit een gevaar? Hij staat er misschien gewoon even te dichtbij, die gast. Wacht, we hebben daar een vlieger en. Dus kijk, we willen nog staan daar. Hoe de fuck gaan we dat doen? Wacht, als we nu even hierheen gaan. Het is allemaal gevaar. We kunnen misschien één iemand afleiden. Is die daar? Nee. Het is allemaal gevaar. Die kunnen we niet zomaar uitschakelen. Ik wil eigenlijk die twee hier eerst uitschakelen. Zou dat lukken? This entire hunt. Sweet dreams. Oké, het is gelukt. Wojo. Oké, die vond ik wel nice. Die twee zijn ook neer. Nog een paar snipertjes. En ik ga een lijn spannen richting daar. Wacht, het is geen lijn spannen. Wacht, hoe werd dat weer? Driehoekje toch? Ja, kijk, hoppatee. Kunnen we hier lopen? En als het goed is, kunnen we die. Ja, kijk, hoppa. Kunnen we die hier aan uitschakelen? We moeten dit echt op een veilige manier doen, want er staan er heel veel en dat gaan we nooit kunnen winnen anders. Die moeten we even laten draaien. Zo. Kunnen we die op een veilige manier uitschakelen? Oh joh, we moeten wel snel zijn, want die onzichtbaarheid-ding, dat gaat wel snel voorbij. Okay, die kunnen we ook veilig meenemen. Nice. Dan is het nu de beurt aan jou, vriend. Hop, zie. En dat is twee. Voilà ze. Er zit nog ergens een sniper hier, een verdieping naar beneden. Wojo. Zit er daar nog eentje, nog twee zelfs. Moet je wel onzichtbaar worden? Pak eerst die. Oh kut. Oh, stonden er nog veel meer. Ze hebben me nog niet gezien hoor. Ze hebben niets door. Oh, ze hebben me wel gezien. Laat maar zitten.
Laat maar zitten. Laten we naar beneden duiken. Bam! Oké, nog eentje en die gaat neer. Bam! Natuurlijk hebben we die robot nog, hè? Waar zit die nou? Oh, daar zit hij. Zie je hem zitten? Oké, die is ook neer, nice. Hoppatee! Dat waren de jagers. We hebben er nog meer aan. Zou dat Black Cat zijn? Ja, dat is Black Cat. Alicia. Oh, that's a first. Little spider wants to play, huh? Ja, dat is jammer, hè? Oh. Je werd toch... Serieus? Ik wil je helpen! She stole the wand! And magic is very real! What happened? Hey, Cat! Can we talk? Will you slow down? Back off before I portal you into the Pacific Ocean! How'd you get on our comm? You're still using the old channel. Don't you have better things to do, kid? Felicia, you have to stop. This is reckless, even for you. Who's this? That you, Red? How are things with the old spider? Ze wilde echt ook niet luisteren. Wat is dat eigenlijk voor een kutwijf? Wow, yo! Dat is een helikopter. I'm trying to help you. Ze heeft die toverstaf van... hoe heet die weer, die gast? She's just gonna use it to steal more art. Rude! Ik weet niet hoe die gast heet. Maar ik denk dat het dat is. Dat ze die toverstaf heeft van die ene. Oei, 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 oei. Oh, geef me de vleugeltjes. Oh, kut. Nee, dat vliegen ging niet zo goed. Laten we dus onthouden dat ik niet zo goed kan vliegen. En ze wacht te volgen naar op. Ze zijn in één keer in de sneeuw. Wat is dit? Oh. Dat we hier makkelijk doorheen gaan. Hoppatee. Pas op! Oh nee, oh mijn god. Oh oh. Serieus? Zo. Ze haalt gewoon dat ding neer. Oké, dat is wel echt badass. Why won't you help me stop this guy? Ze heeft dus door dat ze achterna gezeten wordt. You've saved the city before. You'll do it again. Spider-Man was right about you. You only care about yourself. Look, kid. Not that it's your business. My girlfriend's in Paris. And I got her into trouble with some bad people. Zijn vriendin? Have you ever done something for love? She needs me now. If only I could figure out how to go more than 10 feet with this thing. MJ said not to trust you. Red's a smart one. But you gotta make your own choices, kid. Ja. Oké. Black Cat, ik hoop dat je me gaat helpen. Ja, ze gaan me dus helpen. Ik kan er niet alleen. Ik heb hier voor je hulp nodig, want ze zijn echt maar veel hoor. En die gasten sporen namelijk niet. Het is wel een leuk toverstafje dat ze heeft. Moet ik eerlijk toegeven. Wee, 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 wee. Spider-Kid! Hier, prullenbak! Laten we die uitschakelen, die is vervelend, joh. Oh ja, oké, die moeten we een harde aanval pakken. Oh, ze heeft hem. Nice. More of them on the roof. Hey, attack. Yo! We gaan de portal pakken voor het dak op te gaan. Zo, je wilt een dood die gas. De klappen kan je wel krijgen. Oké, hoppa. De venom boost. Je zult meer. Je gaat ook weer opstaan, gast. Moet je niet doen, vriend. Yo!
Lekker, goed zo. Leuk mee te vechten. Ik moet nog een controle zo gaan. Yo, ik pak de portal. Yo. Die turret uitschakelen. Ja, oké, komt goed. Wacht hoor. Oké, nu pakken die handel. Gedaan maar schieten, jongens. Ik heb nog een turret. Oh, yo, yo, yo. Nou, daar zitten ze te schieten op ons, joh. Ik had de appel nog onder nog aan hoek. Wat nog allemaal? Hier, jongens. Pak aan. Ik moet echt oppassen, hoor. Ik ga eerst die gasten daar boven pakken met de wapens, want die schieten me echt rot gewoon. Is hij neer? Nee, is nog niet neer, hè. Nu is hij wel neer, lekker, Blackhead. Ik heb nog een turret aan. Ik zie gewoon die turret heeft af, hoor. Ja, ik moet die turret neerhalen, I know. Oké, okay. Hoppatee, dat is één. Ja, dat is twee. En bam! Ach, okay, die dan? Oké, okay, nice, ik maak hem uit. En hier moet onderheen. Die gasten met hun wapens zijn verschrikkelijk. Ja, zo een, zoals jij, jongen. Hier. Yo, lekker. Het is bijna al meer, joh. Hier, hoppatee. Geen genade meer, ik krijg nog elektriciteit op je kop. Zo. Ik denk wel dat dat genoeg is. Heeft er daar nog eentje boven? Hoppatee. Ze leeft nog, wat? En nu niet meer. Yo! Waren er heel veel. Oké, Eiffel Toren. We zijn er. Gaan we ook naar Parijs, of niet? Oh. Au revoir, Felicia. Thank you. Oké, ze is veilig. Op weg naar haar vriendin, maar we hebben de staf nu. Oké, okay, we hadden de staf. Ik kreeg wel een aanwijzing. Sorry, just got back from Nepal. The doctor and one love. Huh? Ja. Hey. Dat is nou jammer. Felicia? She's safe for now. You finish your story? Just send it to Jonah. Wish me luck. You got this. Ja, ze is dus naar Parijs, dus is wel even veilig, denk ik. Why, what's up? You know how Mysterio just got out of prison? Well, he's opening a new attraction there. He'd be the hunter's next target. Good call. And guess who else is at Coney tonight? Hint, you crushed on her for like over a year. Come on, bro. Don't bro me, bro. You and Haley are made for each other. Okay. You don't ask her out, you're violating laws. Hebben we wel rustig verdiend op de achtbaan? After we check on Mysterio. Dat ziet er wel echt ziek uit daar. Vond je deze aflevering leuk? Dus ik een duimpje omhoog en te abonneren op belletje te drukken. En dan zijn we snel mogelijk terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.